9 juli, ja hoor, zijn we weer. 9 juli, de dag dat. De dag dat. 1982, Coca-Cola introduceert Cola Light. Ken je die commercial nog? Oh, al die dames, hè, op de 10e verdieping. Zitten op een horloge te kijken. Oh, zo meteen gaat Hans het t-shirtje weer uittrekken en drinkt hij een Coca-Cola Light. Ja, daar is hij. Hoor je hem? I don't want you to be no slave, but I want you to be true, and I just wanna make love to you. 1540, kijk, daar is hij. Koning Hendrik, de 8e van Engeland, laat zijn huwelijk met zijn 4e vrouw, Anna van Kleef, nietig verklaren. Oh, hoezo dan? Nou, dat wijf zag er niet uit. Dat zijn zijn woorden. Hendrik, die zocht een 4e vrouw. Waarom? Weet ik eigenlijk niet. Hij had gewoon, aan 3 had hij niet. Hij zocht gewoon een 4e vrouw. Of die anderen waren dood, dat kan ook, hè. Dat ging snel in die tijd. Toen heeft hij Thomas Cornwell, heeft hij op pad gestuurd. Dat was een soort van adviseur van hem. Thomas, die ging op pad. Die heeft een portret gemaakt van Anna van Kleef. Kijk, dit was het portret. Nou, Hendrik, die dacht van, oké, prima. Jo, laat maar komen. Toen kwam ze dus... En Hendrik die stond er van, wat? Maar dit mot ik niet. Dit wijf... Anna, sorry hoor, maar je ziet er niet uit. Nou ja, uiteindelijk trouwen ze met elkaar. Oh, dat lieve meisje. Komt helemaal naar Engeland toe. Je ziet er niet uit. Oh, sorry koning. Gadverdamme. Nou, oké. Ja, kan er niet meer onderuit. Maand later. Ja, nu ga je... Nee, sorry. Chili is het langste land. Met de meeste klimaten. Zijn van die weetjes. Even kijken. 1816. Argentinië verklaart zich onafhankelijk van Spanje. Ja, dat wou ik even kwijt. Brian Johnson, wat een geluid. Nu moet ik eerlijk toegeven. Ik wist het niet. Ik wist dit niet. Een van hun topnummers is Highway to Hell. Highway to Hell! AC/DC! Maar wat ik dus nou wou zeggen. Dat is hartstikke leuk. Die Brian Johnson... Die heeft dit nummer niet gezongen. Ja, die zingt het. Nee, maar Brian Johnson was niet de eerste zanger. Wat zeg je? Ja, maar heel veel zitten nu te kijken van ja... Hallo, gast, wist je het niet? Dat was Bon. Bon? Ja, Bon Scott. Bon Scott? Bon Scott? Wist ik helemaal niet. Dat was de eerste zanger van AC/DC. 34 jaar is hij maar geworden. In 1980 overleden. Door een alcoholvergiftiging. Highway to Hell. Briljant. Oh, alleen het begin al. Lekker hoor! I'm on a highway to hell! Highway to hell! Blijf toch lekker, hè? Blijf lekker. AC/DC. En om even al het enthousiasme eruit te halen, hè? Oh, lekker dit, man. Gaan we naar Johnny Kageman. Hallo. 73 jaar geworden. Gefeliciteerd. Oké. Dag, Johnny. Dag. Mitch Mitchell. Bam, bam, bada, bam, bam. Ja, drummer. Drummer. Oh, van wie dan? Van Jimi Hendrix. Jimmy met zijn elektrische gitaar. Dat is dan Jimi Hendrix. Ja, dat zou je niet zeggen. Ja, het was hem echt. Is nog meerjarig. Oh, OJ. In zijn witte bronco. Wordt hij gepakt. Rechtszaak. Hij is 73 geworden vandaag. OJ Simpson. Ze passen niet. Ja, ik blijf dit een mooi stukje vinden. Ze passen niet. Ik kan het niet gedaan hebben. Ik kan het niet gedaan hebben, want ze passen niet. Wat past niet? Die handschoenen? Ja, ze passen niet. En iedereen van de jury die zaten daar van, ja. Oh ja, ze passen echt niet. Nee, ze passen niet. Ja, dan kan je het helemaal niet gedaan hebben natuurlijk. Nee, dat roep ik al de hele tijd. OJ Simpson. Innocent until guilt's been proven, toch? Of hoe heet het? Ja, hij is dus ons... Nou ja, hey. Ze past er niet. Klaar. Ze past er niet. Tom Hanks. Gefeliciteerd. 64 jaar. Tom Hanks. 2 Oscars natuurlijk ook, hè? Ja, voor Philadelphia. Dan heeft hij AIDS. Homofiele advocaat die AIDS heeft. Jaar erop krijgt hij weer een Oscar. Ja, voor Forrest Gump. Run, Forrest, run! Life is like a box of chocolate. 56 alweer geworden. Ja, wie is dat mannetje die erachter zit? Ja, die dacht toen al van... Oh, ik hou dit niet vol. En ja, iets later, bam! Schiet hij zichzelf door zijn kop. Ja, dat is Kurt Cobain. Die had het met Courtney Love.
altijd dat oh, dit begin is zo ontzettend lekker. Ja, daar komt ie. Bam! Er zijn een paar nummers die je echt denkt, oh. Nou, hetzelfde net met AC/DC. Dat begin is toch ook briljant dat je denkt, oké, nu gaan we rocken, nu gaan we los. Dat heb je dus ook met Nirvana, Smells Like Teen Spirit. En ik heb er nog één. Begon alles maar zo. Begon alles maar zo, denk ik dan. Beter krijg je het niet! Beter krijg je het niet! Oh! Guns N' Roses, Paradise City! Oh, won't you please take me home? Yeah, yeah! Tim Hofman, gefeliciteerd. 32 jaar geworden vandaag. Maak er een mooie dag van. Was hem weer, de dag dat. Abonneer je nog eventjes. Arrivederci. Bis morgen.